Hé, hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Math with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over factor voor het wortelteken brengen. In deze video ga ik je laten zien hoe je een factor voor een wortelteken kunt brengen. Ik ga het uitleggen aan de hand van vier voorbeelden. De voorbeelden die zie je hier staan. De opdracht is herleid en we beginnen bij a. En bij a staat de wortel van 24. We moeten de wortel van 24 dus gaan herleiden. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Nou, de wortel van 24 kun je niet uitrekenen. Of nou ja, het kan wel op de rekenmachine, maar daar komt natuurlijk een heel lang getal uit. En daarin zijn we niet geïnteresseerd. We willen altijd als uitkomsten mooie getallen. Hier lukt dat dus niet. En wat we dan gaan doen, is we gaan die wortel van 24 kleiner maken. Dus we gaan hem herleiden. En wat bedoel ik daarmee? Nou, we gaan dan kijken of we uit die 24 iets kunnen halen... Wat we wel kunnen uitrekenen. En je zegt dan dat je een factor voor het wortelteken hebt gebracht. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we gaan bedenken een keersom waar 24 uitkomt. En in die keersom moet in ieder geval één getal zitten waarvan ik wel de wortel kan uitrekenen. Een voorbeeldje. Bedenk even een keersom waar 24 uitkomt. Nou, bijvoorbeeld 12 keer 2. Kan ik de wortel van 12 uit mijn hoofd uitrekenen? Nee, dat kan niet. En de wortel van 2 dan? Nee, dat kan ook niet. Dus 12 keer 2, dat is niet de keersom waar ik naar op zoek ben. Wat dan wel? Nou, bijvoorbeeld 4 keer 6. 4 keer 6 is 24, en de wortel van 4 die kan ik uitrekenen. Dus dat is de keersom waar ik naar op zoek ben. En wat zeggen we dan? Nou, we zeggen dan, de wortel van 24, die kunnen we dan schrijven als. de wortel van 4 keer de wortel van 6. Denk even aan de vorige video. Als je keer doet, dan moet je de getallen onder de wortels met elkaar vermenigvuldigen. 4 keer 6 is 24, dus hieruit komt inderdaad de wortel van 24. Nu zie je dus dat we die wortel van 24 hebben gesplitst in twee nieuwe wortels. En van die twee nieuwe wortels kunnen we er eentje uitrekenen. Dat is de wortel van 4. En de wortel van 4 is natuurlijk 2. Dus dan krijg je 2 keer de wortel van 6. Nou, die keer hoef ik natuurlijk niet op te schrijven. Dus ik kan daar gewoon van maken 2 wortel 6. En nu hebben we het antwoord gevonden en zijn we klaar. We hebben dus nu die wortel van 24 kleiner gemaakt, want die 24 is een 6 geworden. En dat hebben we dus gedaan door een factor, dus iets met keer, voor het wortelteken te brengen. Dat is namelijk die 2. Je gaat dus op zoek naar een keersom waar 24 uitkomt. Van één van die twee dingen moet je de wortel kunnen berekenen. Dus 4 keer 6 was een goed idee, want de wortel van 4 is 2. En dan breng je dus een factor voor het wortelteken. We gaan het nog een keer doen, want het is best wel lastig. Dus we gaan even door naar B. Bij B staat de wortel van 18. En die gaan we weer herleiden. Dus we gaan weer een factor voor het wortelteken brengen. Bedenk een keersom waar 18 uitkomt. Nou, misschien denk je wel aan 6 keer 3. Maar de wortel van 6 geeft geen heel getal. En de wortel van 3 ook niet. Dus 6 keer 3 is niet goed. Wat is wel goed? 9 keer 2. Want de wortel van 9, daar komt 3 uit, dus dat kan. Dus je zegt dan, de wortel van 18 is gelijk aan wortel 9 keer wortel 2. En de wortel van 9, die kunnen we uitrekenen. Dat wordt namelijk 3. Dus je krijgt dan 3 wortel 2. Je ziet die keer van de vorige vraag, die ga ik niet eens meer opschrijven. Ik ga meteen naar het antwoord. Dus het antwoord hiervan is 3 wortel 2. We hebben hem nu zo klein mogelijk gemaakt, dus nu hebben we in één keer het juiste antwoord gevonden. Gaan we naar C. Bij C staat de wortel van 75. Dan gaan we weer bedenken: wat is een keersom waar 75 uitkomt en waarbij ik van één van de twee getallen de wortel kan berekenen? Nou, een keersom waar 75 uitkomt is bijvoorbeeld 25 keer 3. En de wortel van 25 die kan, want dat is 5. Dus je zegt dan: dit is. Wortel 25 keer de wortel van 3. De wortel van 25 is 5, dus we komen uit op 5 wortel 3. Gaan we naar D. Bij D staat 2 wortel 48. Deze is iets lastiger, maar eigenlijk valt die wel mee. Want het werkt gewoon precies op dezelfde manier. We gaan nu een keersom bedenken waar 48 uitkomt. En dat is misschien nog wel lastig, want er zijn niet zo heel veel keersommen waar 48 uitkomt. Dus hoe kun je dat nou op een goede manier aanpakken? Nou, als je het niet weet, ga dan die 48 delen door getallen waarvan je de wortel kunt uitrekenen. Bijvoorbeeld 16. Van 16 kunnen we de wortel uitrekenen, want dat wordt 4. Als we 48 delen door 16, dan komen we uit op 3, want 16 keer 3 is 48. En hé, hey, nu heb ik de keersom gevonden. Die keersom is namelijk 16 keer 3. En van 16 kan ik de wortel berekenen, dus dan zit ik meteen goed. Dus wat gaan we zeggen? Je zegt dan, dit is. Nou dan schrijf je eerst die 2 op, die ervoor staat. Dan doe je keer de wortel van 16 en dan doe je ten slotte nog keer de wortel van 3. Want 16 keer 3 is 48. Nu ga je dit uitrekenen. De wortel van 16, dat wordt 4. Dus je krijgt is 2 keer 4 keer de wortel van 3. Nou, 2 keer 4 kan ik ook uitrekenen, dat wordt 8. Dus het antwoord hier is 8 wortel 3. En nu hebben we die factor voor het wortelteken gebracht en zijn we klaar met deze vraag. Misschien dacht je wel, wortel 48, dat kan ik ook schrijven als 4 keer 12. Dan had je er dit van gemaakt. 2 keer de wortel van 4 keer de wortel van 12. En op zich is dat wel goed, want die wortel van 4 die kun je ook uitrekenen. Alleen het gaat er bij dit soort vragen altijd om dat de wortel die je niet kunt uitrekenen. Dus hier is dat wortel 12 en net was dat wortel 3. Die moet altijd zo klein mogelijk zijn. Dus op zich is dit wel goed. Alleen we zoeken altijd een zo klein mogelijk antwoord. Dus een zo klein mogelijke wortel die overblijft. Dat dit dus niet het juiste antwoord is. Want het juiste antwoord is het antwoord met een zo klein mogelijke wortel. En dat is dus deze. Je mag dus niet zelf kiezen welke van deze twee je gebruikt. Je gebruikt altijd degene die de kleinste wortel overlaat. Dus wortel 3 is kleiner dan wortel 12 en daarom is dit het juiste antwoord. En dit is dus fout. Dus je mag het wel bedenken, maar daarna moet je bedenken, zijn er ook nog andere manieren waarop ik dit kan doen? Oh wacht, 16 keer 3 is 48. Dat is een betere oplossing, want dan hou ik de wortel van 3 over. En dan kun je het op deze manier uitwerken. Dus wat hebben we gezien? Je kunt dus wortels herleiden door een factor voor het wortelteken te brengen. Bedenk dan een keersom waar dat getal onder de wortel uitkomt. Zoals hier: 4 keer 6 is 24. En van één van de twee stukjes van de keersom moet je de wortel kunnen berekenen. Zoals de wortel van 4. Je gaat dat dan uitrekenen, dan vind je je antwoord. En als er meerdere opties zijn, zoals bij die laatste, dan kies je altijd de optie waarbij die restwortel die je overhoudt zo klein mogelijk is. Dus hier had ik wortel 3. Dat is veel kleiner dan wortel 12, dus dit is de juiste optie en dan is dit het antwoord. En op deze manier kun je dus een factor voor het wortelteken brengen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!